Oh snap, oh snap. Wat is dit? Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Ik zie Atlas er bovenop staan. Wat betekent Atlas? En een stem zegt, dit is de laatste hoop om de mensheid te redden. Nu is het tijd om Atlas te bevrijden! Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Nexomon. De vorige aflevering was heel spannend geëindigd. Want 1000 jaar geleden is er iets of iemand gebouwd wat Atlas heet en die gaan ze nu vrijlaten. Wat gaat er gebeuren? Doe alvast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je deze serie vet vindt. Ja, en hier is Dina. En Dina... Ja, Dina, om een of andere reden hoort ze bij mij. Dina steunt ons. En Fidel snapt er helemaal niks van. Dina noemt Fidel ook een kind. En ze zegt, ik ga nergens naartoe. Opeens is ze versteend. De kracht om iemand te verstenen heeft Dina van een oude vriend geleerd. Maar daar gaan we het later over hebben. Oh, Dina was vroeger een tyrant. De tyrant van het leven, genaamd Nara. Wat? Dina is een van Omnicron's children. Een van Omnicron's kinderen. Alleen zij leeft nog. Oh, dit is super sick. Dina heeft undercover zitten werken. Om de machines van Amelie, ja, tegenstand te kunnen bieden. We hebben ook kunnen zien dat Amelie helemaal gek is geworden en een tyrant heeft losgelaten op de wereld, genaamd Vados. En Vados is een verschrikkelijke fout, zegt Dina. En Coco die snapt het niet, want waarom zou het slecht zijn als Vados tyrants kapot gaat maken? En Dina die wil het uit gaan leggen. Maar de stem die zegt, ik heb je nooit gemogen, Dina. Maar jij bent ook een verrader. Nee, het is Xanders. Xanders is hier. En Xanders die kan draken gewoon met zijn blote handen slopen, hè? Dat hebben we ook in een andere aflevering kunnen zien. En Xanders die zegt, een van de helden was gewoon altijd al een tyrant. Holy moly, jongen. Maar Dina zegt, ja, mijn vader is veel erger, Xanders. Denk na. En Xanders die wil niet nadenken. En Xanders is teleurgesteld in mij. En hij zegt, ik ga jullie allemaal verpulveren in deze battle. En Dina die zegt, ja, kom maar op. Dina en Xanders gaan battelen. Wow, oké, ik weet niet of dit een goed ding is of... Of dat dit een slecht ding is. Dina die wordt nu helemaal Super Saiyan of zo. Dina is natuurlijk een kind van Omnicron. Dus even kijken wat ze kan, jongens. Kijk dit. Oh, dit is gewoon... Die is super cool. Die lijkt op Superior, jongen. Oh, ik ben wel fan van Dina. Ik vind Dina echt cool. De koning van de monsters. Wat vet. Ik ben Nara, het vierde kind van koning Omnicron. En vandaag neem ik het op tegen jouw guild. Dina versus Xanders. Gaan wij deze battle zien? Wow. Ik weet ook gewoon niet voor wie ik moet zijn. Moet ik nou voor de guild zijn of moet ik nou voor Dina zijn? In ieder geval kreeg Xanders daar een behoorlijke tik op zijn klo. En Xanders die weet even niet wat er nou met hem gebeurt. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh, ik kom er even tussen beiden. Ik zeg nee. Waarom doe ik dit eigenlijk? Oh, ik ga battelen tegen Xanders? Oh, nee, hè. Ik ga het opnemen tegen de zes Nexomonnetjes van Xanders die volgens mij way too strong zijn voor mij. Kom op, Vinok. Vinok, ik wil hem bevriezen, maar het lukt niet. Bevries hem nou, alsjeblieft. Het lukt niet om hem te bevriezen. Dit is Voltaik. Die krijg ik ook, jongens. Die krijg ik ook. Alleen die is, ja, die is wel sterk, denk ik. Sowieso is die heel tof. Die is echt vet, man. Ik moet hier echt wel flink gaan healen, denk ik, trouwens. Want, man. Ik hoop dat me dit gaat lukken, deze battle. Ik ga hem proberen te confusen. Oh my gosh! Ik ben kapot. Dit ging niet zo lekker. En het is super irritant dat hij ook de hele tijd aan het switchen is. Let's go, Palm Fury, stun hem. Nee. Griffcar gaat ook kapot. Nee, joh. Dit gaat helemaal niet goed. Ik heb er nog geen één van hem gesloopt, hè. Oké, Voltaik is in ieder geval kapot. Dan moet ik nu terug naar Vinok. En die neemt het op tegen Rustung. Kan ik hem alsjeblieft nou even bevriezen? Ik wil ze bevriezen, anders gaat het niet goed. Kom op nou. Kom op, Vinok. Bevriezen. Het lukt niet. Ik heb geheeld. Ik ga maar gewoon voor Explosive Water, want die is sterker. Misschien dat we deze Centaur dan kunnen bevriezen. Dat zou wel fijn zijn. Nee, ook niet. Nog een keer proberen. Weer niet. Nog een keer proberen. Ja, nu is die bevroren. Lekker. Nu gaan we maar even proberen te healen weer. En een Eater erbovenop, zodat ik ook weer kan vechten nu. Oh, snap. Die deed pijn? Die deed echt heel veel pijn. Kom op. Die Centaur die is bevroren. Hopelijk. Nee, hij is niet meer bevroren en ik mis. Oh, nu gaat het fout. Ja, nu gaat het fout. Vinok is kapot. Oké, Bombergrof. Jij moet het doen, man. Jij moet dit doen. Ja, dit gaat niet meer gebeuren. Oh, jawel. Misschien wel.
Maak hem kapot. Nee, hij heeft 2 HP over. Ik ga nu Vinok weer tot leven brengen. Bombergrof overleeft een aanval. Dat is chill. En ik kan hem niet raken. Nee, jammer. Oké, Vinok nu weer. Deze battle is veel te intens. Xander's is veel te goed, jongens. Oké. Nu heeft hij een Blaestilla. Die moet ik ook kunnen hebben, hopelijk, met mijn wateraanvallen. Vinok, die moet het echt allemaal gaan doen. Vinok is de laatste hoop. Die is bijna kapot. Deze kunnen we scratchen. Hij mist mij. Yes, hij mist mij. Ik heb deze ook kapot. Lekker. En nu? Wie ga je er nu uitgooien? Ja, deze kunnen we ook kapot maken. Oh, ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Hij is dood. En nu moet ik goed gaan kijken wat ik ga doen. Ik heb namelijk nog maar 1 super potion. Ja, die moet ik wel aan Vinok geven. En dan nu ook een Aether, zodat ik weer kan aanvallen. Explosive Water op deze Nexomon op Shardberg. Oh, we zijn er bijna, jongens. We zijn er echt bijna. We zijn er heel bijna. Vinok, doe het. Doe het, alsjeblieft. Ah, hij hield zichzelf. Ik kan mezelf nog een klein beetje healen. 40 HP erbij en dit is het dan. Nu moet het lukken. Ik kan mezelf niet meer healen. En gaat het lukken? Ja, met de laatste aanval van Vinok ook echt. Holy crap. Hij gaat ook gelijk 2 levels omhoog naar level 35. En? Hebben we nou... We hebben toch tegen Xander's gevochten nu? Ja, we hebben Dina beschermd tegen Xander's. Waar is Xander's? Hij is gelijk weg. En Dina die is verbaasd dat een mens zo sterk kan zijn. Zo sterk als Xander's. Yes. We did it. Echt op het nippertje, jongens. Op het nippertje is het gelukt. Oké, Dina die zegt, luister ik. Dit is belangrijk. Oh, kijk, ja, dit. Dit waren alle mensen van de guild, volgens mij. Dit zijn de helden die van Omnicron hebben gewonnen. Alleen, zij realiseerden zich volgens Dina niet wat zij hebben gedaan. Want door Omnicron te verslaan, is er een gigantische oorlog natuurlijk begonnen. Omdat iedereen de plek van Omnicron in wilde nemen. Ja, nu hebben we problemen in de hele wereld. Maar Dina heeft een plan gemaakt om voor eens en voor altijd dit te stoppen. En mijn plan heeft Atlas nodig en mij. Huh? Atlas en mij? Atlas en Rikachu? Oké. Ik snap er niks van. We krijgen nu de antwoorden ook nog niet van Dina zo te zien. Wij moeten Atlas meenemen en met Atlas Vados gaan verslaan. En Vados, dat is de draak van Amelie natuurlijk. Dat hebben we ook in de andere aflevering kunnen zien. En Atlas die wordt nu dus gelanceerd in 3, in 2, in 1. Ja. Huh? Is dit Atlas? Hoi Atlas. Ik had echt verwacht dat er een gigantisch beest uit zou komen. Komt er zo'n schattig robotje uit? Mag ik het duimpje omhoog voor de humor in deze game? Oh, wacht even. Hier is Amelie, jongens. Hier is Amelie. Samen met Vados. Maar waar is dit? Amelie zegt tegen Vados... Vernietig de tyrants en word de koning van de monsters. En eindig de oorlog. Wie is dit nou weer? Wat heb je voor gek pakkie aan, man? Dit is Logan. Logan Paul, jongens. Mag ik u voorstellen aan Logan Paul? Er zit 1 ding dwars bij Logan Paul. De hele guild staat achter jou, toch, Amelie? En je hoeft maar 1 woord te zeggen. En dan nemen we Rikachu gevangen. En Amelie zegt, hou jezelf niet voor de gek, joh. Rikachu is niet onze echte vijand. Hij is net als ons. Hij zoekt ook naar het einde van de tyrants. En Logan die zegt, nee. Ze willen Vados kapot maken. En Amelie die denkt, nou, dat gaat sowieso niet lukken. Dus boeien. Zolang alle tyrants maar kapot gaan, dan vind ik het goed. Oké. Maar waar ben jij? Wij zijn ondertussen weer terug. En Coco en Atlas, die gaan geen vrienden worden, denk ik. Atlas, die snapt er ook niks van. Die denkt, ja, ik kom wel gewoon met jullie mee. Maar ja, Dina heeft het ook aan mij niet uitgelegd. Dus ik weet ook niet wat ik moet doen. Oké, dan. Nou, gezellig. Geen idee wat we voor de rest moeten gaan doen. We krijgen in ieder geval cadeautjes van Videl. Nou, bedankt weer, hè. En Edward, die weet zo te zien van niks. Die zegt, ja, je hebt het goed gedaan in deze stad. Maar waar is Amelie? Ah, maar Edward die zegt, boeien, we hebben nog steeds werk om te doen. We moeten naar de Cursed Tower in het noorden. Maar laten we eerst even gaan trainen. Want we moeten ook nog al deze bandieten even verjagen. En over het algemeen hebben deze wel echt supersterke Nexomon. Wow. Zag je hoeveel damage dat deed? Wat de hel? Hoe dan? Hoe doet dat zoveel damage? Ik weet niet wat dat voor ultiem goede Nexomon was, maar die deed me echt veel te veel pijn. Deze jongen, die is niet normaal. Kom tegen mijn Bombergrof dan. Kijk dan, hij maakt zelfs mijn Bombergrof bijna kapot, joh. Het is niet normaal, deze. Die is insane sterk. Ja, eens even kijken wat deze Shardbillion kan. Ik kom nog steeds allemaal nieuwe Nexomon tegen, hè. Dat is bizar. We zitten nu in, weet ik veel, aflevering 16, 17, 18 of zo. En het is gewoon nog steeds zo dat ik allemaal nieuwe Nexomon tegenkom. Ja, mijn Volnamic is nog echt wel te zwak. Die kan nog niet meekomen. Dat gaat hem nog niet worden, helaas. Die heeft echt nog een beetje een te laag level. Ook deze Wargoyle. Deze heb ik echt nog nooit gezien. Leuke woordspeling trouwens. Een Gargoyle of een Wargoyle. Nice.
Ah, ik kan nu niks meer doen. Ik heb geen healing items meer. Dit gaat niet goed komen. Gelukkig mist hij mij. En ik bevries hem. Oh, ik had hier wel een klein beetje geluk. Hey, en kijk eens. Mijn Marasuda gaat gewoon evolueren, jongens. Die gaat naar zijn final evolution. Wat vet. Wow. Raxuma. Super cool. Ja, ik vind hem vet. Wat vinden jullie van Raxuma, jongens? Laat het even weten in de comments. Ik vind het wel een vet Nexomonnetje, hoor. Volgens mij is dit de eerste die naar de derde evolutie gaat. Oh. Nee, joh. Nog één. Griffcar gaat ook. Oh, ja. Zie je, de train is het waard, jongens. Het is het waard. Oh, wat een vette leeuw. Lioness. Wow, kijk die horens en die staart. Heel vet, lioness. Nou ben ik wel benieuwd wat er hier is in dit grotje. Wat is dit voor grotje, jongens? Ik zie allemaal shards sowieso. Is dit weer zo'n grot waar je shards kan hunten? Ja, zo te zien wel. Zouden hier ook wilde Nexomon zitten? Want tot nu toe heb ik nog geen enkele battle hoeven te doen. Kijk, hier staat wel zo'n steen waar je dan kan healen. Oh, wacht even. Wie is dit? Is dit dat spook waar we nou op zoek zijn? Ah, ja, dit is waarschijnlijk dat spook inderdaad wat we zoeken. Oh. Level 37 Florozard. Ik heb het idee dat we niet echt een kans maken tegen deze guy. Met zijn level 37 Nexomon. En ik heb geen healing items bij me, dus ik... Nee, dit gaat hem niet worden. Hier moeten we echt nog even voor gaan trainen, jongens. Ik ga in ieder geval gewoon mijn best doen. Maar zonder healing items heb ik niet het gevoel dat ik dit heel erg makkelijk kan gaan winnen. Want mijn Vinok die gaat strakjes denk ik al kapot. Oké, hij overleeft het nog even. Wat doe jij? Jij bent muziek aan het maken. Ik weet niet wat hij zojuist gedaan heeft. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat voor trucjes deze Florozard allemaal aan het doen is. Maar hij is in ieder geval gewoon kapot. Lekker. Explosive water. Heb ik echt geen healing items? Nee. Hij overleeft het met 2 HP. Nee joh. Nou, dan kunnen we nu wel Raxuma eventjes gaan testen. Ik hoop dat Raxuma sneller is. Dat sowieso. Lekker. Nou, dan hopen dat Bombergroff nog iets tegen hem kan doen. Tegen Hyphoon. Oeh, die deed wel pijn. Dat is jammer. Oh, hij is wel geburnt. Dat is altijd chill. Ah, nee. Oké, Lioness dan. Die is ook volledig geëvalueerd. Die moet het op gaan nemen tegen Mankepauw. Mankepauw is sneller. Ik mis. Ah, als ik ga missen, dan heb ik een probleem. Die doet wel echt 67 damage. 52 damage. Nu moet ik dus snel gaan wisselen naar Raxuma. Want die is super effective tegen dit type. En misschien kunnen we hem wel confusen. Confuse hem. Niet gelukt. Ik heb het idee dat Volcanic sowieso dood gaat als ik die in ga zetten. Oh, dit valt nog mee. Misschien kan die wat damage doen met zijn Electric Storm dan. Nice. Dan heb ik nog wel Super Revives. Ik ga even een Super Revive op Vinok gooien. En hij gaat switchen. Dat betekent dat ik nog een Super Revive kan gooien. Alleen Bombergroff die heeft niet zo heel veel stamina meer over. Dat is wel jammer, maar ik ga het gewoon proberen. Dan is Volnamic down. En dan hoop ik dat Raxuma nog even wat kan doen. Kom op. Poison hem even. Poison hem. Ah, nee. Bullet Seed er bovenop. Hij is bijna kapot, maar dan gaat Raxuma ook down. Ik switch naar Vinok. Explosive Water. 32 damage. Kom op. Oh, nee. Hij mist mij. Yes, hij mist mij. Oh, ik had geluk. Lekker. Oké, dan hoop ik dat wij sneller zijn. Ja, Monkepauw is ook down. We krijgen nu te maken met Rapnux. En die ga ik proberen te bevriezen. Hij mist mij. Dat is chill. Ja, ik heb hem bevroren. Lekker. Ik weet niet voor hoeveel beurten. Ik hoop dat ik hem even flink pijn kan doen. Want deze gast heeft echt superveel HP. Ah, ik mis. Nee. Hyphoon is nog steeds geburnt. En ik ga hem gewoon scratchen. En dan hoop ik dat ze burn hem kapot maakt. Ah, nog 7 HP. Oké, laat ik maar wisselen naar Lioness. Ja, hij mist mij. Oh, dit is zo lekker. En dan gaat hij dood door de burn. Als het een beetje mee zit, gaat het alsnog lukken, jongens. Hij blijft bevroren. Als het een beetje mee zit, gaat het gewoon lukken. Palm Fury nog een keer. Kijk hoe lang hij bevroren blijft. Oh, wat lekker. Hij is volgens mij echt al 8 beurten bevroren of zo. Ja hoor, het lukt gewoon. Wat lekker. Vinok gaat naar 36. En Lioness gaat ook alweer een level omhoog. Ja. Dan gaat Vinok ook nog evolueren, jongens. Nou, wat een feestje dit. Wat een feestje. Iedereen evolueert zo'n beetje naar zijn laatste variant. Tenminste, als de derde de laatste is. Dat denk ik wel. En deze heet Hinok. Ja, nu begint het teampje echt goed te worden, jongens. Ja, en dan hebben we gewoon Spooky alsnog verslagen, joh. Hij zegt, je bent sterk. Maar ik vecht er niet serieus, jongen. Misschien gaat dat ooit nog komen. Ga maar terug. Ga maar vertellen dat je me verslagen hebt. Ik stop ermee.
Oké, toppie. Dan gaan we hier even dit healing steentje pakken. Het is gewoon gelukt, man. Ik ben eigenlijk best wel trots. Ik had niet verwacht dat dit zou lukken. Hallo, mevrouw. Ik heb de spook kapot gemaakt. Mag ik nu mijn geld? Oh, we kregen een vault key. Dat is heel nice, want in de volgende aflevering gaan we waarschijnlijk weer naar zo'n tempel waar we zo'n vault key kunnen gebruiken om weer een kluis te openen. We moeten daarvoor hier naartoe, naar het noorden. En ik ben benieuwd wat we dan weer voor superkracht gaan krijgen, jongens. Doe een duimpje omhoog voor Nexomon. Vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickertune. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Bazzo!